Hoi, ik ben Floris. En ik ben Mark. En dit is Bagheera. En wij hebben besloten ons huis te verkopen, een camper te kopen en begin volgend jaar naar Italië te vertrekken op zoek naar een nieuw thuis. Nou, daar ligt onze jongen. Goedemorgen. Oh, ja, jij ziet jou nu ook. Ja, ik ben er ook al. Ja. Goedemorgen. Beetje geslapen? Nou, in het begin heel slecht. Maar dan is eigenlijk meer zo van... Het is hier dus daar nog lekker en zo. Dat ik dacht van, nou, ik heb nog helemaal geen zin om te slapen. Voor mijn gevoel. Dat had ik ook. En het was toen al 12:00. Ja, 10:50 was het dan, ja. Maar daarna ging het eigenlijk wel goed. Nou, oh, top. Ik had het heel koud. Ja, voor de verandering had jij het een keer koud. Oh, wat had ik het koud. En Bagheera ook. Die heeft zijn tent al gesloten. Ja. Nou ja, goed. Ik had deze keer dus geen last. Dat kwam omdat ik de dekbedden precies andersom opgemaakt heb. Dus nu had ik een dubbel laagje in plaats van Floris. Ik heb al een paar keer gehad dat ik klaag dat ik zeg van ik heb daar best wel koud. Dat is eigenlijk hou je mond, joh. En nu stond de verwarming ook niet aan. Nou, dat hoeft ook niet. Als je het zo doet, dan kan het wel. Wat was het nou, 10 graden? Ja, 10 graden. Nou, lekker fris. Ik had toch een dubbele laag, dus ik had er weinig last van. Dus, nou ja. En het zonnetje schijnt alweer. Ja. Dat is echt serieus mooi. Nou ja, ik zal het inzien. Ah, het zonnetje schijnt. Het zonnetje schijnt. Hij ziet er wel doorheen. Oh, oké. Nou, top. We gaan zo meteen eens even het broodje halen. Banket op de... Ja. Stokken op een stokbroodje en chocoladekorsantje op de schone was. Nou, ik heb buiten de tafel gedekt. Oh, wat lekker. Het is zo lekker. Ja. Oh, was dat nog in de hand? Ja. Heb je het al gezien? Nee. Oh, dit zijn de normalen. Dit zijn de minis? Oh, dit zijn mini, joh. Maar er zit tenminste wel fatsoenlijke chocola in. Ja. En heb je bij die andere chocoladepresents heb je zo'n ding. Ja. Er zit één, of soms heel dun, een tweede streepje chocola in. Er zit ook aas in. Dan moet je bij de camera doen. Nou, dat horen ze vast van. Ja. Ja, dat horen ze. Zo. Eet smakelijk. Eet smakelijk. We gaan op avontuur. Eventjes langs het water, op zoek naar de picknicktafel. Dan kunnen we daar straks lunchen. Ja. Even een spinnenweb. Oh, natuurlijk. Wat Leuk moment weer. Ruwe beelden dit, hè? Ja, ruwe beelden. Maar goed. Het water staat... Ik dacht dat het water hoog stond, maar het water kan nog veel hoger. Ja, het water staat in verhouding laag hier. Hier, picknick area. Ja, bordje. Nou, top. Alles met bordjes, het spinnenweb. Het was wel smal voor ons. Ah, wel nee. Valt reuze mee. Houd je rust bij boord. Nou ja, op de Crocs. Of dit nou zo'n goed idee is.
ik zei dat het smal werd. Ja. Sorry voor de rommelige beelden. Ja, dit zijn spectaculaire beelden hoor. Maar het is wel serieus mooi. Zo. Kijk eens. Zien van dit is het wandelpad. Nou, ik noem dit geen wandelpad. Jawel. Jeetje mina. Ah, we zijn er. Denk ik. Ja, ik zie de picknicktafel. Ja, kijk er eens. Heerlijk aan het water zo. Ik zelf nog even zwemmen hier. Ik sla even over, denk ik. Is toch lekker? Ja, maar ik denk dat het zo koud is. Nou, dat scheelt niet zoveel met normaal, toch? Je kunt soms beter wijselijk je mond houden. Wel mooi hier. Er zit maar een heel klein stukje van het dorp. Heel klein stukje, dat is zeg maar ook het hele dorp. En het kerkje. Ja, echt prachtig weer. Ja. Graadje 20 denk ik nu. Nou, dat denk ik ook. We kunnen prima een polootje lopen. Ja. Er staat best nog wel wat stroming ook in. Ja, als je weet dat je hier met een kajak of zo erop kan. Ik weet niet hoe ver dit doorloopt. Maar dat is dat denk ik best leuk. Ja, je mag er sowieso niet in zwemmen. Nee? Er staat op om een bordje aangegeven op de camping. Oh. Ja, ik vind het mooi. En hier is dus de picknicktafel. Zijn niet genoeg mollen? Ja, mollen hebben ze hier wel. Mooi stuk steen nog. Nou, we weten waar het is, hè? Nou, we gaan zo even werken. We gaan eerst werken. En als we het dan verdiend hebben, dan mogen we hier lunchen. Zo werkt dat. Zo werkt dat. Nou, tot straks. Hoe koud is het water? Ah, wel lekker. Het is lekker? Ja. Als de floris kwijt zijn... Nou, niet doen. Als de floris kwijt zijn, dan ligt hij in het water, denk ik. Goedemorgen. Jietje, wat zeg jij? Zonnetjes. Nou, dus vandaag... mooi zonnig. Maar als je naar buiten gaat, goed koud. Het is geloof 6 graden hè, vandaag. Ja, waar je vandaag vandaan komt. Want gisteren was het nog rond de 20. Ja. Want gisteren ben ik nog verbrand in de zon. Nou, je kon gisteren verbranden, ja. Ja, dat was... Maar nu is het in één keer helemaal rood. Nu is het rood. Is het nu rood? Nee. Nee. Nou, ik heb gisteren ook helemaal met aloe vera gesmeerd. Misschien helpt het. Ja. We hebben lekker geslapen. Heb je gisteren niks gefilmd? Nee, gisteren heb ik eigenlijk de hele dag gewerkt. Ja, en ik heb in de tuin gezeten en
heel belangrijke dingen gedaan. Pinterestborden maken. Ja, waarom? Voor de aankomende camping als die er gaat komen. En huis. En ja, gewoon moodboards van dingen die ik leuk vind. En de moestuin. Ja, Floris is natuurlijk van de planten en de moestuin en groenten verbouwen enzovoort enzovoort. Dus mijn Pinterestbord bestaat ook vooral uit planten op dit moment. Nou, maar dat geeft niet. Maar Mark is meer van de keukens en interieur, dus dat is meer zijn ding. Ja, nou, ik ben meer van een plek, zeg maar. Ja. Welke plek voelt goed en waar kun je wat mee? He, dus een plek vinden, maar ook plannen bedenken waar je wat mee kunt. Wat het businessmodel zou kunnen zijn. Dat vind ik eigenlijk nog het allerleukste. En dat ik daarna misschien iets aan mag verbouwen of uitvoeren, dat is dan vers 2. Maar in eerste instantie plannen bedenken en mogelijkheden zien, dat vind ik het leukste om te doen. Ja, en ik ben dan 20 stappen verder, want ik ben aan het kijken. Hij is de tuin al aan het indelen. Ik ben de tuin aan het indelen. En ik ben aan het kijken voor automaten waar zeg maar eigen dingen in verkocht kunnen worden. Weet je, van die ouderwetse snackmuurapparaten en, ja, en slagbomen. Maar goed. Gisteren hebben we dus de hele dag gewerkt, of mensen, ik in ieder geval. Floris heeft de dag daarvoor de hele dag gewerkt. Ja. Dus we staan hier nu, dit is de vierde dag. Ja. We staan hier 3 dagen en we hebben eigenlijk alleen maar gewerkt, terwijl de omgeving prachtig is. Ja. Dus ik zei van, weet je, we plakken er gewoon een dag aan vast. Dat was nog even spannend. Want eergisteren al, toen zou de kans op sneeuw zijn. Dan moet je dus even nagaan dat we dus van ongeveer 25 graden afkomen. De eerste dag. De tweede dag. Gisteren was 25 graden. Gisteren was rond de 20 graden. Ja. En nu is 6. En nu is het 6. Het is echt, in één keer bam, boom. Er loopt een bepaalde luchtstroom, denk ik. En dat gaat zo snel op en af. Dat is echt bizar. Maar goed, ik werd vanmorgen wakker. Want het zou eigenlijk zondagavond pas gaan regenen. Of sneeuwen. Het is nu zaterdag. En dan dachten we, nou, dan gaan we gewoon 200 kilometer verderop zitten. Daar is het 14 graden. Maar gisteravond toch de keuze gemaakt om te blijven. Omdat het niet zou gaan sneeuwen. Ik doe vanmorgen de app open. Vanaf vanavond 10 uur tot, ik geloof morgen, ergens rond de middag sneeuw. Dacht ik, waar komt dat dan vandaan? En ik ging even de broodjes ophalen om met de jongens te overleggen zo van wat staat er op jullie weerradar. Hun wonen hier en hebben iets beter zicht, denk ik, op of er iets wel of niet gebeurt. En hij opent hem en zegt, nee, er komt helemaal geen sneeuw, helemaal niks niet. Nee, dat is ook wel handig om erbij te tellen. We zitten hier op 1000 meter hoogte ongeveer. Ja. Dus als die gaat sneeuwen, is het vaak geen Nederlandse sneeuw die verdwenen is voordat hij de grond heeft geraakt. Dan blijft het vaak ook wel liggen. Vaak blijft hij wel liggen, ja. En als je een beetje pech hebt, blijft hij een paar dagen liggen. Maar goed, de kans is dus dat er sneeuw komt, maar we verwachten het nu dus ineens niet meer, sinds een half uur. Dus daar ben ik blij om, want ik heb geen zin om in de sneeuw te gaan rijden, zeg maar. Ik heb al all-seasons en banden, maar op deze hellingen, zeg maar, zie ik het niet voor me om dat met sneeuw te gaan proberen doen. Dus ik ben blij dat het waarschijnlijk niet gaat sneeuwen. Maar wat gaan we vandaag doen? We gaan, omdat we al 2 dagen gewerkt hebben, gaan we een wandelroute doen. Die gaat over een hele mooie spoorbrug. Die hebben de jongens uitgezet en die gaan we lopen. Dan nemen jullie mee. Dus dan zien jullie ook een stukje ervan. Misschien dat we onderweg even kunnen gaan lunchen. Nou, we gaan in ieder geval dus 5,8 kilometer lopen. Ja. En je zou er ongeveer 2 uur over moeten doen. Ik denk dat wij rustig aan doen en misschien wel inderdaad even lunchen onderweg. Maar dat is te doen voor ons. Ja, zeker. Dus dat gaan we doen. Gisteravond hebben we nog even leuk aan de bar gezeten. Ja, we hebben nu 2 avonden achter elkaar hebben we eventjes bij hun aan de bar gezeten. Dat is gewoon ontzettend leuk dat dat s'avonds even kan. Als ik de hele dag in de camper of langs de camper of nou ja, of je moet iets gaan doen. Maar gewoon nogmaals, wij moesten werken. En uit echte glazen drinken. Oh ja, uit echte wijnglazen drinken. Dat is echt wel... Ja, nou, de eerste avond hadden we witte wijn. Die viel, ja, hij is wel heel lekker. Hij is maar super wel, lekker. Wel allebei hoofdpijn de volgende dag. Ja, ik zou nog maar 2 glaasjes gehad hadden. Ik bedoel, we hebben geen fles leeg gedronken of zo. En wel de gisteravond rode wijn. Ja, die was ook super. En ja, wat leuk is, is dat ze heel veel lokaal doen. Dus eigenlijk alle wijn die we drinken, die komt ook nog weer lokaal. Dat proberen ze met heel veel producten. Nou, dat kan ik alleen maar, vind ik alleen maar leuk. Ja. Zo zouden wij dat zelf denk ik ook indelen. En dan hebben we het ook gewoon even over gehad. We hebben dit hele avontuur al gedaan, zeg maar. En zijn nu echt een beetje aan het settelen en aan het uitbouwen van de verdere plannen die ze hebben. En wij staan natuurlijk helemaal aan het begin.
En het is gewoon heel leuk om een beetje hun perikelen mee te maken waar ze tegenaan gelopen zijn. Maar ook dingen die goed gaan. En ook eens te horen hoe Frankrijk in het algemeen is. Omdat we merken dat in de basis is natuurlijk niet, was het niet ons land, laat ik het zo zeggen. En nu kom je op plekken die je denkt van, oh, dat is toch wel heel erg mooi. Tegen, nou, wat we nog verder moeten onderzoeken, maar volgens mij iets hogere prijzen als Italië, maar het scheelt niet veel. Maar wel een andere infrastructuur, andere zekerheden, duidelijke regelgeving, of in ieder geval duidelijke regelgeving ten aanzien van Italië. We zitten nog dichterbij Nederland. Ja, al zit je hier ook op 11 uur rijden, heb ik al gezien. Dan kan je vanuit Italië, als je vrij noordelijk zit, kan het ook 11 uur zijn. Dus dat gaat dan nog. Maar ja, ook dat je merkt dat het land helpt aan jonge ondernemers die hier iets op willen bouwen. En dat gevoel heb ik met Italië nog niet gehad. Dat zie ik bij Portugal wel iets meer, tenminste gevoelsmatig van wat ik ervan lees. Maar Italië is zo van, je red je maar en succes. En zeker als je de taal niet kunt, toedeloe. Dus ja, er liggen hier wel ander soort kansen die iets makkelijker geplaveid zijn, volgens mijn gevoel, dan Italië. Ja. Maar goed, dat schakelt Italië niet uit. Maar wel goed om dat te weten en ook wel overwogen dan vervolgens zo'n keuze te kunnen maken. Maar voordat dit heel erg langdradig wordt, sluit ik hem hier voor nu eventjes af. Wij gaan eerst eventjes het ontbijt verder afmaken. En even opfrissen en klaarmaken voor de wandeling. En nemen jullie mee. Ja, daar zijn we. Ja, ja. Met de berg op de achtergrond. Maar daar zien jullie denk ik net niet heel erg veel van. Dankjewel. Oh. Dat zie je wel. We zijn begonnen. Ja. We lopen naar het dorpje uit. En dan gaan we zien hoe het wordt. Het is weer eens goed, maar het is koud. Het is koud nu nog. Windje. Maar als je zo meteen loopt, dan wordt het vanzelf warm. Een fris windje. Daar ligt het dorpje, waar we verblijven. Dat is de berg waar we tegenaan kijken. Die 's avonds op de zon echt super mooi verlicht is. Dan is de rest van het dal is eigenlijk al onder, maar op de berg schijnt de zon nog. Dat is echt serieus mooi. Ja, en dit was trouwens een... ja, op beeld blijkt dat niet te zien, maar... Een aardige klim. Ja. Een aardige klim. Ja, is goed gekomen. We zijn boven. Ja. We gaan verder. Hij komt gewoon naar ons toe. Ja, je ziet het net niet, maar hij kwam net heel enthousiast naar ons toe gereden. Hij denkt, oh wat leuk, mensen. Ja, aandacht hè. Mooi paard trouwens. Hey. Ja, daar komt hij hoor. Harde wind. Ja. Voor ons ligt een oude treinbaan. Daar gaan we overheen. Dat is de bedoeling. Niet omdat we zelfmoordneigingen hebben. De treinbaan wordt niet meer gebruikt. Nee, alleen nog maar door hand trapje treintjes. Ja, en dat is alleen maar in het zomerseizoen. Dus daar hebben we ook al geen last van. Ik geloof dat hij zei vanaf mei of zo, mei, ja. Juni. Ja, in april gingen ze proefdraaien, midden april. Oh. Dan zei die Fransman. Nou ja, in ieder geval, het is nu verlaten. Dus ja. Dat wil zeggen dat we gewoon erop kunnen.
En dan... volgen we de hele route via het spoor. Ja, het voelt een beetje onnatuurlijk om over een spoor heen te lopen, maar het hoort bij de route. Nou, dan gaan we hier de treinbaan op. Dan gaan we rechts erop. Ik weet niet hoe makkelijk dit loopt overigens. Van Biels naar Biels, denk ik. Ja, dat was ook net ongelukkig. Ja, het is wat het is. Het is heel bijzonder. Maar het is wel mooi. Dat zeker. Rara, wat groeit hier in het wild? Als jij verwacht. Bieslook. Het is nog lekker ook. Ja, het is puur natuur. Je proeft wel dat het een ander soort bieslook is dan wij normaal hebben. Hij is wel minder sterk van smaak. Nou. Als we er morgen niet meer zijn, dan weet je dat het toch geen bieslook was. Dit is het giftige soort waarschijnlijk. Als dit de laatste vlog was, dan weet je wat er aan de hand is. Dat vind ik wel lekker. Hij is wel lekker, ja. Ja. Oké. Okay. Denken, wat is het beeldschokkerig? Nou, dat heeft puur te maken met het feit dat het vrij ongelukkig loopt. Dus als ik en aan het filmen ben en probeer te lopen. Je moet dan heel goed je focus leggen op waar je voeten neerzet. Ja, het is dus kijk je eigenlijk uitdaging. Meer naar beneden als naar boven. Maar het is prachtig. Het is prachtig. Echt hartstikke mooi. We zijn op de brug. En daar is de brug waarschijnlijk voor gebouwd, voor het water. Ja, misschien ook wel een beetje voor de weg. Maar laten we het erop houden dat het voor het water is geweest. Dat het water er eerder was dan de weg. Thank you.
Volgens mij komen we, naderen we station, even kijken. S. Saturnins. Ja, dat is perfect Bonnet. Frans. Nou, het is van perfect Frans. Wij kunnen zo goed Frans. Alle passagiers kunnen uitstappen. Einde van de rit. Nou schat, ik denk dat we ons stulpje gevonden hebben. Ik denk het ook. Dit is hem. Het is niet eens een opknappertje. Dat jongens, scheelt. We waren op weg naar een route. Of we liepen een route. En dan kom je dit tegen. Nou, is niet fantastisch. Beetje werk aan het dak. Zeg je wel dat het een grapje is? Binnen. Ach ja, Floris zegt, we hebben toch niet zoveel nodig binnen. En ik was, hoe lang zou het er al staan? En hoe lang is er al niemand geweest? Ja, ook al denk ik heel lang. Floris doet even de inspectieronde. Kijken of er geen boktor is. Is het bewoonbaar? Ja. Oh, het is... Oh, er staan al dingen in ook. Ah, dat is natuurlijk een grapje. Dit wordt het niet. Maar ja, het is wel mooi rustig hier. Ja, aan de andere kant zitten we aan de spoorbaan. De zomers heb je aardig wat toeristen, denk ik. Ik was even kijken of ik aan kan komen. Het is een soort stal. Erop ook eentje fikkie aan het stoken daar. Ja, ja, dat gebeurt dat hier gebeurt nog gewoon. Een grap is wel. We kwamen er net eentje tegen. Die heeft het geprobeerd. Het fikkie werd alleen iets groter. Ja, hele weiland was afgefikt. Tot aan de greppel aan toe. Dan dacht ik, oh shit, de wind stond toch verkeerd. Even kijken wat we vinden hier. Oh, dat is inderdaad stal geweest. Meer is het niet. Je hebt ook heel veel van het steen hier. Ja, allemaal lei. Wat op het dak ligt. Het dak hoort te liggen, zo gezegd. En als het koop moet, is het nog best duur ook. Oh. Goed. Het lei er allemaal af, haalt de investering er voor de helft al uit. Ja. We hebben nog een klein stukje te gaan. Ja. Want we verlaten zo als Soeterse spoorbaan. En dan een stukje naar het dorp te lopen. En dan hebben we de... 5,7 kilometer erop zitten. 5,8 was volgens mij. 5,8. Prima te doen. Mooie route. Mooie route, ja. Goed. De route hebben we er bijna op zitten. Ja. Die hebben we gewoon even verlengd. Ja, we hebben hem best wel een stukje verlengd. We hebben denk ik de afslag gemist. Tenminste, ja. Ga over een brug, maar het bruggetje zijn wij niet tegengekomen. Dus ik denk dat wij 2,5 kilometer sowieso verder doorgelopen zijn en dan weer extra terug moeten lopen. Dus ik denk dat we van de 6 kilometer, kleine 6 kilometer. Nou, zeker al 9 kilometer hebben gemaakt. Ik denk dat we aan de 19 kilometer komen. Maar ja, goed, het was mooi weer. We hebben lekker gelopen, hebben de lunch al meteen wel verdiend. Yes. Maar het is een mooie route. En we zijn echt blij met het weer vandaag. Dat we ook de keuze gemaakt hebben om toch te blijven en niet te gaan. Ondanks de dreiging van de sneeuw. Het is wel wat frisser. Ja, maar met het zonnetje erbij. Af en toe doe je de jas uit, af en toe de jas weer aan. Ja. Maar voor de rest gaat eigenlijk hartstikke goed, hè? Ja. Top. Plaatselijk hotel met wat achterstallig onderhoud. Vervlogen tijden. Het kerkje is wel schattig. En dan zijn we weer terug.
En hoe bevalt dat zo de eerste keer poelen? Ik weet het nog niet. Je weet het nog niet? Ik weet het nog niet. Nou, tot op heden gaat het niet slecht. Nee, ik doe best goed, al zeg ik het zelf. Ja, hij doet enorm zijn best. Ja, hij doet het is voor mij de eerste keer, dus ik heb de vorige keer bijna gewonnen. Ja, ja, zo, zo kut hè. Nou ja. Nee, je ging hartstikke goed. Hij ziet hoeveel balletjes ik er toen in had. Ja, nou ja, nu sta je twee ballen achter, dat valt er nog wel mee. Dat zeker, voor de eerste keer. Ja, ik vind dat niet gek. Ik vind dat niet gek. Nou, we gaan even verder. Onder muzikale begeleiding. Nou, gaat uw gang, gaat uw gang. Nou. Hij is weg. De tafel is weg. Nom 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 nom. Eet smakelijk. Het is orzo met heel veel groentjes. Ja, even weer wat vitamine. Nou ja, gisteren was dat eigenlijk net zo goed. We hadden gisteren ook, heel veel groenten. We hadden gisteren een pokeball, die was ook super. En er zit eigenlijk ook alleen maar groenten en een beetje rijst. Maar... Ja, we hebben nu een orzo. Ja. Net. Parmigiano. Ja. Met Parmezaanse kaas. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Tot volgende week.